De Belkrom heeft er een nieuwe kunstgalerie bij, de Albert Heijn aan de Konijnenberg. Sinds woensdagmiddag prijken er boven de groente- en fruitafdeling twee bijzondere plafondschilderingen van kunstenaar Raymond Assink. Wat is het voor werk? Je noemt het eigenlijk trompe-l'œil, noem je het. Hè? Dus je doet eigenlijk alsof er iets is wat er niet is. In dit geval een ruimte boven Albert Heijn. En alsjeblieft. Het leek me leuk om... Ik schilder natuurlijk veel portretten en zo. Dus ik dacht, ik ga de kinderen uit de buurt erbij betrekken. Dus ik heb allerlei kinderen, ook mijn eigen, trouwens ook een eigen kinderen zitten erbij. Maar die komen ook in deze Albert Heijn. Die heb ik gevraagd om te poseren. En die heb ik erbij geschilderd. Hoe ben je op het idee gekomen voor dit kunstproject? Het is eigenlijk begonnen met dat vorig jaar zijn we een keer met een project bezig geweest binnen Albert Heijn over echt vers. We wilden groente en fruit beter uit laten komen in de winkel. Toen zijn we met alle medewerkers gaan nadenken van joh, wat kunnen we nu voor iets tofs doen in onze winkel? En daarnaast vinden we het belangrijk in de winkel om iets met de buurt te doen. En heb ik de medewerkers uitgedaagd om met iets creatiefs te komen. Zo kwamen ze op het idee om het plafond te schilderen. Nou, in eerste instantie toen ze dat tegen me zeiden, moest ik een keertje slikken. Toen dacht ik al van ja, plafond schilderen, dat vind ik dan toch wel een dingetje. Ze zei ja, maar dat kunnen we wel zelf. Toen dacht ik, nou ja, als we het dan doen, dan gaan we het wel goed doen. Dus we moesten eerst alles eruit. Er moest van alles gedemonteerd worden. En alarmen die 5G afgingen. En bewakingsdiensten die ongerust werden. En toen is alles weer voorgesneden en er weer in. Het is eigenlijk een heel werk geweest. En toen moesten dus al die strookjes worden overgeschilderd. En dat is echt... 9:10 was ik klaar vanochtend. Tevreden? Ja, ik ben wel tevreden. Ja. En je kunt het niet in iedere winkel doen. Het moet wel bij je buurt passen. Maar ik denk zeker dat in zo'n buurt als de Belkrum... zo'n kunstwerk gewoon heel erg goed staat in je winkel. Dus dat was geen enkel probleem.